Goedemiddag allemaal. Ja, zo fijn om jullie te zien. Hoi. Lieve mensen, ja, voor de meeste sta ik nog bekend als de TikTok-juf. Maar inmiddels heb ik mezelf bevrijd van de CDA, VVD en D66 cultuur. De indoctrinatie was fucked up en ik kon er niet meer mee leven. Het voelde als vechten tegen een groot kwaad. Ik kon het niet meer. De Ruttelikkers, de Kaagrukkers, de Kuipers, aanbidders, echt waar, steek me hoor. Ik kon het niet meer. Het voelde niet goed. Het voelde niet meer goed. En voor mij kwam het besef op het moment dat ze spraken over de vaccinaties. En die kinderen werd het als het ware opgedrongen. Dat ik dacht, waar praat je over? Weet je, je hebt jouw vak gestudeerd. Maar je praat nu over iets medisch. Daar heb jij niet voor geleerd. Wat doe jij? En het bracht mij terug naar 13 jaar geleden. Dat ik eigenlijk vrijwillig naar de slagbank liep voor mijn HPV-prik. En daar heb ik blijvende schade opgelopen. De medische wereld verzaakte. De farmacie werd niet aansprakelijk gesteld. En mijn schade kon ik gewoon maar zelf opvreten. Jammer dan. Sterkte ermee. En ik kon daar gewoon niet meer mee leven. En nu gebeurt gewoon hetzelfde. En dan wordt het die jongeren opgedrongen. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen dat dit op school gebeurde. En nee, ik ging geen heftige discussies op school aan. Daar kwam ik niet voor. Maar ik liet de kinderen blijven, je bent goed zoals je bent. Jij bent jij. Jij kiest wat goed is voor jou in het leven. En volgens mij draait het nog altijd daarom. En niet om wat de propaganda spugers van deze tijd zeggen. Dus die kinderen mochten voor mij zijn wie ze waren. En het draaide ook wat uit, hè? Want we kregen een motie, vrijwillige vaccinatie. Die is aangenomen. Oh, wat fijn, we mogen zelf kiezen. En als ik dan geen QR-code had, dan zeiden ze, ja, maar je hebt toch een keuze? Je kunt toch testen, genezen zijn, waar je ook voor moet testen, of vaccineren. Waarop ik zei, oh, dus als ik ergens in een buitenwijk rondfiets, en ik word door een verkrachter in de bosjes getrokken, en die zegt tegen mij, je mag kiezen, je kan hem daarin krijgen, daarin krijgen, daarin krijgen. Dan heb ik een keuze gehad. Volgens mij heb ik een keuze als ik er op mijn fiets kan stappen. En dan zeg ik vandaag of lekker niet. Maar ja, het is vrijwillig toch? Oké, akkoord. Het is zogenaamd vrijwillig. En vervolgens kwam de motie geen boete en geen opsluiting voor gevaccineerden. Die werd verworpen. Want ja, als we dat doen, dan lopen we zelf in die val, toch? Daar komt het als het ware gewoon iedere keer op neer. En dan kreeg ik de discussie van, ja, maar er zijn helemaal geen bijwerkingen van de vaccins. En toen kwam die motie, hè, van, oh, laten we de bijwerkingen gaan monitoren. Denk je dat die er doorheen gekomen is? Keihard verworpen, want die waarheid mag niet naar buiten komen. Net als bij mijn HPV-prik. Wordt gewoon verdoezeld. We gaan het ook niet zien, ze gaan het wegmoffelen. Gewoon keihard verworpen. Ik vind het ziek en ziekmakend. En dan de discussie op tv. Van al liggen meer ongevaccineerden op de IC dan gevaccineerden. Die motie om dat überhaupt in kaart te brengen en door te geven aan de Tweede Kamer is verworpen. Hoe kunnen de propagandaspugers van de overheid dan zeggen dat er meer ongevaccineerden op de IC liggen? Het is keiharde bullshit. Meer is het ook gewoon niet. En dan de motie, niet blindelings volgen van het Build Back Better plan. Van World Economic Forum. Verworpen. Maar ik kan jullie één ding beloven, lieve mensen. Oom Schwab mag zijn Build Back Better plan wat mij betreft lekker in zijn reet steken. Want ik doe niet mee hoor, dat kan ik jullie beloven. En elke keer krijg ik dan de vraag, willen wij, wat moeten we doen, wat moeten we doen? Mensen, stop daarmee. Wij zijn decennia lang afhankelijk gemaakt van de overheid, van docenten, van doktoren. En als wij hier, grof gezegd in Wappieland, hetzelfde gaan doen, ook mensen gaan aanhangen, vind je nog je eigen weg niet. En voor mij is het bijzonder dat de sprekers van vandaag eigenlijk een beetje iedere keer weer op mijn pad komen. Want Katja heeft me vorige week ontmoet, maar Sietse, die hier net op het podium stond, die heeft twee, drie maanden geleden iets gezegd waardoor ik mijn ontslag indiende. Wij zoeken continu een perspectief, een doel, wij kijken naar de toekomst. Maar wat als de weg het doel is? En daar ving ik hem en ik dacht, weet je, fuck it. Ik ga mezelf bevrijden van dat corrupte systeem. En dan zijn er mensen die tegen mij zeggen, ja, maar Willemijn, jij was de redding voor de kinderen. Ik kan niet
ieder kind redden. Dat doen wij samen. Want samen blijven wij staan en samen zeggen wij nee. Nee, tot hier en niet verder. Jij hebt die kracht in jezelf. En ieder die zegt tegen mij, Willemijn, je kunt je zo goed uitspreken. Ik zou willen dat ik dat ook kon. Ieder heeft zijn eigen taak. We hebben de sprekers hier misschien op het podium staan. Maar ik ben bijvoorbeeld mensen als Bart Maas eeuwig dankbaar dat zij nog steeds in dat juridische systeem vechten. Met Raisa en Eva. En gewoon keihard doorgaan. Ook al weten wij dat het juridische systeem faalt. Oké, wij weten dat onze rechtsstaat weg is. Het rechtssysteem bestaat eigenlijk niet. Maar toch gaan zij door. En vandaag eindelijk trof ik hem weer. Cor, ik weet niet waar je staat. Maar Cor zit in mijn hart. Cor is een van de veteranen. Die staat tussen de demonstranten en de agenten. Om beide van veiligheid te voorzien. Wij hebben allemaal onze eigen taak. Ga die vinden. Wat is jouw kracht? Fijn dat ik me kan uitspreken. Ik zeg ook vaak te veel. En dan moet ik later weer zeggen sorry. Kom er ook op terug. Maar we hebben allemaal onze eigen kracht. Ga je kracht vinden. Want ik heb mezelf één regel opgelegd. En die wil ik meegeven. En dat is niet buigen en niet breken. Wij blijven staan. Oké? Wij bepalen wat er gebeurt. Blijf staan. Vind je kracht. Niet buigen, niet breken, niet knielen. En dank jullie wel. Wat cool wat hier gebeurt. De steun, de liefde, de verbinding. Onvoorwaardelijk. Want lieve mensen, kijk om je heen. Wij staan niet alleen naast elkaar. Wij staan achter elkaar, voor elkaar, met elkaar. Want wat gebeurt er als de waarheid uitkomt? Mensen als oom Schwab. Denk je echt dat die dan Rutte op het knietje nemen en zeggen, kom maar jochie. Rot toch op, die gaan elkaar voor de bus duwen. Maar wij blijven staan, naast elkaar, achter elkaar, voor elkaar. Niet buigen en niet breken. Woo!